Maar we zijn nu weer even terug bij de provincie, want jullie hebben een nieuw gebouw of een gebouw verbouwd. Hoe zit het precies? We hebben dit gebouw verbouwd. Dat is in de jaren 80 in samenhang met de Statenzaal is dat verbouwd. Daar heeft architect Kees Dam de hal plus de Statenzaal gedaan. De twee kantoorvleugels die zijn gewoon op een simpele wijze toen ingericht. Maar na 30 jaar kom je dan toch tot de conclusie dat het eens anders moet. Dus ja. We hebben daar even flinke verbouwing door. En is het nou gebouw G of noemen we dit gebouw nou de Libraaie? Het heet officieel de Libraaie, maar in de volksmond noemen wij het gebouw G. Kees Dam elementen, zeg maar dat groen en dat staal allemaal, dat zit ook in de Statenzaal. En dat is gewoon gebleven? Dat is eigenlijk in principe allemaal zo gebleven. Ja, ja. We hebben echt alleen maar de zijvleugels, die hebben we dan aangepakt. We hebben dan wat Zeeuwse DNA toegepast, Zeeuwse kleuren, zoals je dat hier ziet. Boeienkreeft zeker al. Ja, en die komen dan ook verder in het gebouw, kom je die steeds tegen. Aan deze vleugel zitten we gaan nog onder statengriffie, ondersteuning voor de statenfracties. En aan die kant zitten de fractiekamers voor de partijen van de Provinciale Staten. Is het ook alweer, een gebruik? Nog niet. We zijn nog volop met de laatste klusjes bezig. Zo, dat zijn flinke deuren, zeg. Ja, dat zijn zeker behoorlijke deuren, ja. Maar wel geluidsdicht. Het is eigenlijk een soort kubus die erin staat. Ja, klopt. Want de architect heeft ook, die kan hier aan het plafond zien. Mooie wasbak, hoor. Bij het plafond is zoveel mogelijk duidelijke elementen. Vroeger zat hier gewoon systeemplafondjes in, maar duidelijke elementen zoveel mogelijk proberen terug te brengen. Ja, want het oorspronkelijke, dat is eigenlijk allemaal na oorlogs, hè? Ja, klopt. Het is allemaal na de oorlog, is het is natuurlijk in de oorlog plat gegooid. En, dan zitten we dus bij deze tuin, juist. Ja, daar heb je de Statenzaal. Kijk, hier kun je het ook zien. Het is een grote ruimte en er is dan kantoortjes ingemaakt. Zijn dat zijn ook echt hele open kantoren. Ja, de bedoeling is ook dat we hier wat flexibel werken. Dus niet voor iedereen heeft hier meer een vaste werkplek. Maar het is gewoon. Is dat bij de hele provincie of alleen in dit gebouw? De bedoeling is dat we bij de hele provincie gaan uitrollen. Maar dit is echt het eerste gebouw waar we het echt helemaal op ingericht hebben, op het flex concept. Okay. Maar hoe lang zijn jullie nu aan het verbouwen geweest? Wanneer zijn jullie begonnen hier? We zijn februari begonnen. En we hadden nog een tegenvalletje omdat we nog wat asbest tegenkwamen. Dat houdt het, hield het nogal even op. Dus we zijn er een maand of 10 mee bezig geweest. Hè. Dus in totaliteit. Ja, redelijk strakke planning, denk ik. En wat hebben we hier dan? Scan nu pas, waar is dat dan voor? Dat zijn de lokkers. Dus kan niet oh, dit zijn allemaal lokkers. Ja, ja. Omdat mensen natuurlijk graag een werkplek mee hebben, dus ook graag kastje mee hebben waar ze iets in kunnen. Dan heb je de lokker waar je spullen in kunt. Je loopt er gewoon zelf voorbij. Het is allemaal netjes geïntegreerd. Dus we hebben 13 fracties, maar 6 kamers, dus die moeten ook de werkplekken delen. Ja, die hebben ook ruzie met elkaar natuurlijk. Soms wel. Ruimte was het nou gewoon een muur? Of hier hadden we gewoon van die cellenkantoren. Kantoren. Met gipswandjes, een deurtje erin en iedereen zat daar deurtje dicht, je zag niemand zitten. Nu, dus dat heb je eigenlijk helemaal weg moeten breken? Dat is allemaal weg. Ja. Een plekje voor iedereen. Dit is ook echt een eiland? Ja, dit is een plekje. Je komt op een tafel, kun je dan even je eigen terugtrekken, op een koffie zetten voor die dingen. En dan, oh ja, dat is inderdaad gewoon één hele grote ruimte. Dus één hele grote ruimte met werkplekken. Dat is wel mooi. Ja, dus dan. Ook weer met lokkers. Koffie, daar zijn de lokkers. We hebben ook duurzame materialen gebruikt. Deze stoeltjes zijn gemaakt van petflessen. Oh, echt waar, hè? Ja. Dat is een soort. Daar maken ze ook jas van, hoe heet die ook weer nou? Dat is gewoon van die oude flessen, is dat, hè? Van die colaflessen en zo. Die staan nu wel heel erg groot. Ja, maar die kun je aan zitten en kun je aan staan. Ja, want dat is ook een ding, hè? Staand werken. Ja. Er komen nog planten in. Het is nu nog een beetje een rommeltje. Ja, toch vraag ik me dan gelijk af. Van, is het nou lekker om staan te werken? Oh, dat is allemaal volautomatisch. Ja. Oh, dat is chic, zeg. De hoogteindicatie erbij. Ja. Dus, en dan plugt iedereen gewoon in met een eigen laptop of zo? Ja, eigen laptop kun je zo'n dockerstation en dan kun je gewoon werken. Ja, ze staan nu allemaal hoog, ze zijn met kabels aan het fatsoeneren, dus vandaar dat. Dat is dan voor hun ook al arbeidstechnisch weer prima, toch? Beter werk dan allemaal op je knieën. Ja, dan moet je daar wel onderduiken. Ja. En hier kijk je in de. In de kruidentuin, hè? Oh ja. Met het pleintje. Ja, je kijkt, als je daar bent, kijk je wel eens naar boven, maar. Ja. Ja, blijft mooi, hè? Ja. Puntje is ook prachtig.
Dus dit is de tweede verdieping? Dit is de eerste verdieping eigenlijk van deze vleugel. Ja, de werkplekken zelf zien er allemaal vrij. Deze dan weer net niet. Dus ik zeg het en ik zie dit. Ja, ze zijn nog bezig met al die bekabelingen en de toestanden. Dus. Ja, maar deze hebben dan weer een soort zijvleugel. Ja, dat klopt. Daar kun je wel besloten er zitten. Ja, het is wel belangrijk hoor. Ja. Ik zou... Ik dacht, kan hier nou nog een deurtje zitten? Maar inderdaad... kunnen via dit trapje wel naar boven lopen. Dat is misschien wel grappig. Nou, deze is nog helemaal niet ingericht. Nee, dit wordt een vergadering. Oké. Grote tafel in en nog een groot beeldscherm. Alles hè? Zoete acht. Ja, vroeger hadden jullie ook allemaal van die kamertjes. Dus dat je echt een beetje weggestopt. Maar nu is het mooie. Lichte ruimte. Daar voor de nieuwe kerk. En die lange, ja hoor, daar is die weer. Ook weer een beetje een zolderidee. Ja. Maar dit soort elementen komen steeds wat terug. Ja, die komen steeds terug. En wie is nou de ontwerper van dit alles? Het is Hans Maréchal uit Eindhoven, architect. Oké. Okay. Ja, die heeft wel meer dingen bij ons ontworpen. Ja, je moet toch een soort de eenheid bewaken en... Ja. Ligt geïsoleerd. Ja, nou ja, je bent toch zichtbaar. Ja. Dat is dat. En waar zijn nou eigenlijk al die mensen die normaal hier zaten, waar werken die dan nu? Ja, die zitten nu deels verspreid over de rest van het complex. En er zit een deel van onze medewerkers zit in het waterschapskantoor. Oh, echt waar, ja? Ja. Ja, die hebben toch ruimte over, hè? Ja. Oh, er zit ook nog een trapje. Dan zit hier een gat in het dak. En daar voerden ze dan ook alle materialen voerden ze hierdoor aan. Maar jullie hebben het dak ook vernieuwd? Ja, het dak is ook vernieuwd. En alle meterkasten zijn vernieuwd. Dus we hebben gelijk geschilderd en zo. Dat we gelijk voor een paar jaar meegepakt, ja. Voor een paar jaar vooral overal vanaf zijn. En het dak, dat is een dak van leisteen ook? Ja, leien. Dus dat hebben ze helemaal opnieuw gelegd? Ja, dat is helemaal opnieuw. Nieuwe leien erop. Ja,